Ja, hallo. Welkom weer bij Atelier Typisch Tineke. Het is vandaag donderdag 11 maart. En ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar de wind giert hier om het huis heen. Dus het is stormachtig vandaag. Nou, dat vind ik niet erg. Ik ben er niet zo bang voor, hè. Zoals jullie weten ben ik Groningse en ben ik pas nog weer in Friesland geweest. Ben je een beetje wind, ben je wel gewend. Dus geen probleem. Ik maak het hier binnen weer gewoon gezellig en komt weer helemaal goed. En het was leuk, hè, in Friesland. Vanmorgen is mijn vlog nummer 16 online gegaan. En ik kreeg daar gelijk leuke reacties op. Dus het is grappig. Ik vond het heel leuk om te doen, om eens een keer op locatie te gaan doen. En dat ga ik vaker doen. Toevallig ben ik van de week bij iemand geweest waar ik ook nog een keer naartoe ga. Dus dat wordt toch een verrassing voor jullie. Dus ik ga nog wel eens vaker, denk ik, op locatie schilderen. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Maar ik neem jullie even mee naar het eindresultaat van les 16. Ga ik jullie even weer draaien. Kijk. Het eindresultaat van les 16. Even van dichtbij houden. Want dan kunnen jullie zien dat ik er nogal iets speciaals aan heb toegevoegd. Even van dichtbij. Dat is een soort, ik heb het bedoeld als visnet. Hè. Mijn inspiratie voor het doekje was Lauwersmeer. Met de natuurlijke kleuren van wind, water en riet. En voor mij is Lauwersmeer natuurlijk ook, het heeft ook met vissen te maken. Hè. De Waddenzee. En we hebben ook een visje gegeten daar natuurlijk weer. Dus ik denk iets visnetterigs erin. Dus dat heb ik er weer ingeplakt met mijn speciale pasta. Zal ik zo nog even laten zien. Dus dit is het eindresultaat van les 16. En het sieradensetje wat ik erbij heb gemaakt is dit sieradensetje. Er valt alweer van alles. Maar goed, ik ga het even van dichtbij laten zien. Want kijk eens naar die kleuren en een beetje dat golvende van het water. En die kleuren van weer het meer, hè, dat het blauw-groenachtige wat Lauwersmeer echt heeft. Dat zit er dus weer in. Dat is een hele glimmende halsband die hierom zit. Het materiaal zit er echt omgelijnd. Ik zal het ook even vanaf de achterkant laten zien. Dan kunnen jullie zien dat het materiaal er helemaal omheen gesmolten is. Dus het is niet gelijmd, maar het zit er echt goed vast op. Hangen kost €29,50. En een bijpassende armband daarbij. Ook weer in diezelfde mooie tintjes. Ik heb er nog een steentje in verwerkt in deze. Dit is zo'n super flexibel model. Het zit zo. Armband kost €20. En ik heb daar een paar hartstikke leuke hangertjes bij. Ook met die blauw-groene tientjes weer. Het zijn stekertjes deze. Maar ze vallen als een hangertje. Ze zijn 1 centimeter of 3 lang ongeveer. En ik wilde jullie laten zien dat ik ook ringen heb. Die filmen dus even op de grond. Ik heb ook ringen. En die maak ik ook in alle soorten en maten uiteraard. En ik zal hem even omdoen, dan kunnen jullie het even zien. Kijk. En het is een ring die open is aan de onderkant, dus het is voor alle maten geschikt. En ik heb in dezelfde kleuren ook nog een model als dit. En dat kan ik dus in alle kleuren en modellen maken die je maar wil. Ringen kosten €12,50. Oh, ik doe hem er niet weer op en dan valt hij misschien weer om. En dan ga ik jullie nog even vertellen wat het hele setje kost. Het hele setje. Even op mijn spiekbriefje. Als je alles zou betalen, alles zou nemen, alle drie de dingen. Dus dan praat ik even niet over de ring. Maar als je de oorbellen, de halshanger en de armband neemt, zou het €62 zijn samen. En dat mag dan nu voor €57,50. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed. €60 inclusief verzenden, zo is het.
Dus dan neem ik de verzendkosten voor mijn rekening en dan heb je nog een beetje korting erop. Het schilderijtje wat erbij hoort kost €35 inclusief, exclusief verzenden als je hem losneemt. En dat geldt eigenlijk voor alle onderdeeltjes. Als je iets losbestelt, dan betaal je wel de verzendkosten. Neem je een hele set of neem je de sieradenset en het schilderijtje, dan neem ik de verzendkosten voor mijn rekening en krijg je er ook nog een korting op. En dan mag deze hele set voor €87,50 inclusief verzenden met het schilderijtje en de hele mikmak. En dan heb je weer een super origineel cadeau, denk ik. Nee, dat weet ik zeker. Dat is gewoon heel leuk om te geven. Ik zal nog even laten zien met wat voor pasta en wat voor spul ik op dat schilderijtje heb geplakt. Dat is misschien nog wel even leuk om te weten. Ga ik weer even mijn... Dit is de pasta die ik altijd gebruik. De Heavy Gel Medium van Amsterdam. Als je de pot open doet, ziet dat er wit uit. Maar het droogt dus blanco op. Want ik zal het nog even laten zien. Dan kun je het ook wel zien. In dit geval is het ook nog glanzend. Zie je dat die witte pasta niet meer wit is, hè? Dat droogt gewoon... Je ziet eigenlijk de verf er weer doorheen. En het is een beetje glanzend, dit. Nou, als je het vernist, wordt het sowieso altijd glanzend. Dus je hoeft niet eens per se een glanzende te nemen. Je kunt ook gewoon de matte nemen. Als je die vernist, wordt het ook weer glanzend. Maar goed, je zou het in principe zo kunnen laten ook, hè? Dus zo kun je dus zien dat er dus een stukje stof... Ik zal het stukje stof even laten zien. Kijk, het was zo'n stukje stof als dit. Een beetje gaasachtig materiaal. En dat, wat ik dan doe, is dat ik eerst even het stukje wat ik, van het schilderij wat je wil gaan beplakken... Daar doe je dus eerst de pasta dun op. Dan rek ik het een beetje uit. Dan plak ik het erop. En daar ga ik dan nog weer met pasta overheen. Dus in dit geval heb ik dat gedaan met een pelletmes. En dat strijk ik er dan heel dun, strijk je dat er overheen. Je kunt het ook met je vingers nog een beetje uitspreiden. En dan trek je gelijk de vorm erin die jij dus wil. Hè? Dus ik heb het in dit geval een beetje uitgetrokken. Dan worden die gaatjes wat groter. En die pasta is zo stevig dat het eigenlijk best goed blijft zitten. Dus dat gaat eigenlijk best goed. En dan laat je het drogen. En dit duurt best lang. Ik heb het een dag laten drogen. En daarna knip ik de kantjes weg. Dus als het oversteekt, is niet erg. Maar als het gedroogd is, dan kun je zo de stukjes die aan de zijkant over zijn, die trek je een beetje uit en die knip je dan zo weg. En dan wordt het vrij strak. En dat kun je dus doen met allerlei soorten stof. Of draadjes wol, of nou ja, ik heb er al van alles in geplakt. Kraaltjes, stukjes glas, stukjes hout, stukjes riet. Je kunt er dus van alles nog wat mee opplakken. Top materiaal. Daar ben ik heel vrolijk van. Dus dat is zeker een tip als je aan de gang gaat en je vindt het werken met mixed media leuk. Dan is zo'n pasta eigenlijk wel een beetje onmisbaar. Dan, daar kun je zoveel mee vastplakken en het blijft echt super goed zitten. Dus ja, ik ben fan, zeg maar. Goed, we gaan starten. Ik heb mijn kopje koffie klaarstaan. Ik heb mijn muziekje al aanstaan. Die ga ik even een beetje harder doen. En dan gaan we beginnen met, oh, ik zal het even laten zien, met les 17 alweer. Op deze stormachtige 11 maart. Ik ga jullie naar beneden draaien. Dan kunnen jullie zien welke kleur ik uitgekozen heb. Even kijken of dit goed gaat. Ja, dit gaat wel goed. Dan ga ik mijn muziekje een beetje harder doen. Ik heb een beetje ambient muziekje uitgekozen. Heel rustig muziekje. En vandaag ga ik werken met wat naturelachtige kleurtjes. Ik spray mijn doek weer een klein beetje nat.
Het is trouwens ook wel belangrijk dat je dat niet te nat maakt. Want als je te nat maakt, dan verneem je dat vanzelf wel. Dan pak je verf eigenlijk niet meer. Dus als je de verf te nat maakt of je doek te nat maakt. Als het water ervan afdruipt, dan hecht je verf eigenlijk ook niet goed. Dus je moet er altijd voor zorgen dat het een heel dun filmpje wordt. En dan gaat dat goed. Maar je verf vloeit net een beetje beter als dat je het niet doet. Eens even kijken hoe we gaan beginnen deze keer. Ik ga met de sponskwast beginnen. Dit is even een beetje een basis, die ga ik zo even drogen met de föhn. Dus dan zeg ik altijd even de oren dicht.
een beetje drogen. Al hoor de wind waaien. Makker staakt uw wild geraasde stier.
opdrogen. Ik weet niet of ik moet het horen, maar uit hagelt. Oh, lekker warm en droog hier, jongens. Ik zal het even omhoog houden. Kunnen jullie zien wat er een beetje gebeurt? Oh, zit ik nou door de verf heen? Oh ja. Oh ja, daar ook. Oh, ik zit overal doorheen te smeren. Oh. Zo. Ook nog een beetje onweer erbij. Wat een noodweer, jongens.
daar zitten we 35. Dan kan ik nog even doorgaan. Dan ga ik dit even drogen. Ik heb hier een stukje schuimrubber. Daar knip ik even een hoekje van. Een driehoekje. En deze kleur die ik hier heb is een beetje metallic-achtig, een beetje goudachtig. Dus ik denk dat dat wel een grappig effect geeft. Ik ga het ook met de donkerbruin een beetje doen. Heel dun. Ga ik het even weer drogen.
Nou, ik ga er even mee stoppen. Want ik zie dat we op 3/4 zitten. Ik zal even laten zien waar ik tot nu toe mee bezig ben geweest. Zo. Weer heel wat anders, hè? Ook nog even laten zien dat dit les 17 was. En deze ga ik natuurlijk een beetje afmaken. En dan ga ik dit laten zien bij les 18. Met een prachtig sieradensetje erbij. Ik denk een hele mooie gouden warme tinten, denk ik. Kunnen we met dit weer wel gebruiken. Een beetje warmte en een beetje goud en een beetje sprankel. Goed, ik moet nog even wat reclame maken nog. Want jullie hebben in mijn vorige vlog les 16 gezien dat ik aan het Lauwersmeer was. Bij mijn moeder. En zij verhuurt ook een huisje. Dus als je het nou echt eens een keer wil zien, het gevoel van het Lauwersmeer, als je van de natuur houdt, als je van vogels houdt en water houdt en hele mooie luchten en een dark sky, de mooiste sterrenhemel van Nederland, echt prachtig. Dan moet je er echt een keer naartoe gaan. Dus als je dat nou heel leuk vindt en je bent echt geïnteresseerd, stuur mij dan even een berichtje. Dan breng ik je even in contact met mijn moeder en dan kun je misschien wel het huisje huren. En dan heb je ook zo'n mooi uitzicht als ik jullie liet zien. Dat huisje staat ernaast, dus je hebt bijna hetzelfde uitzicht. En het kan van 2 tot en met 5 personen gehuurd worden. En mijn moeder bespreekt dan alle details met jullie. Dus mochten jullie geïnteresseerd zijn, geef me een berichtje. Dat kun je doen op mijn website ateliertypischtineke.nl. Vind je mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer. En je kunt mij ook bereiken als je me even liked op Facebook. Ateliertypischtineke. Of dat is voor mijn schilderwerk of typischtineke voor mijn sieraden. Dan kun je via Messenger ook een berichtje aan me sturen. En je mag ook een commentje onder mij, onder het filmpje doen. Dat kan natuurlijk ook. Maar voor een echt persoonlijk berichtje raad ik je aan om dat eventjes via de mail of via mijn telefoon te doen. En wie weet, vinden jullie het net zo leuk als dat ik dat vind. Hè? Ik ben toch een beetje van de bootjes en de natuur, de wind en het water. Ik hou ervan. Dus als ik jullie daar een plezier mee kan doen, graag bij deze. En het was gezellig bij mijn moeder hoor. Het was weer een feestje. Nou, voor nu ga ik denk ik even afsluiten. Ik heb denk ik voor de rest geen specifieke nieuwtjes meer. Dus ik zeg tot les 18. Ergens volgende week, ruim half maart, dan komt dat er weer op. De groetjes weer. Dag!